De hoofdredacteur van Privé, Evert Santengoets, heeft Bo van Erve Dorens opgeroepen om excuses aan te bieden voor het vermeend beschadigen van de reputatie van het tijdschrift. In het recente interview met Bo onthult de presentator zijn plannen om over drie jaar te stoppen met het televisievak. Echter, Bo ontkende dit later en beweerde zelfs dat hij zich niet herinnerde het interview met Privé te hebben gehad. In de nieuwste aflevering van zijn podcast. Strikt privé deelde Evert Zantegoeds de audioband van het interview waaruit blijkt dat Bo wel degelijk de uitspraken heeft gedaan. Hierdoor voelt Evert zich gedwongen te reageren, omdat het de betrouwbaarheid van privé aantast en de reputatie van de verslaggever Ben Holthuis in het geding brengt. Evert benadrukt dat Bo te ver is gegaan door privé en haar medewerkers belachelijk te maken. Hij acht excuses van Bo noodzakelijk, vooral omdat er bewijs is in de vorm van een geluidsopname en een foto van het interview. Het incident heeft de geloofwaardigheid van Privé geschaad, en Evert vindt het niet alleen onaangenaam, maar ook onacceptabel. Coseo tweede host Jordi versteegde uit zijn onbegrip over de ontkenning van Bo, gezien het feit dat het interview slechts een week eerder plaatsvond. Evert voegt eraan toe dat Bo aanvankelijk beweerde het interview te zijn vergeten omdat het eind september was, maar later bleek dat het slechts een week daarvoor was geweest. Ben Holthuis, een gerenommeerde verslaggever in de wereld van showmedia, verdient volgens Evert excuses. Holthuis, met 45 jaar ervaring in de branche, mag niet zo voor de bus worden gegooid. Evert verwacht een oprechte verontschuldiging van Bo, aangezien het recente statement van Bo nog niet in de buurt komt van wat er vereist is. Jordi suggereert luchtig dat Bo misschien te veel wijn op had tijdens het interview. Evert sluit af met de hoop dat Bo contact opneemt voor excuses, en Jordi belooft eventuele updates hierover in de volgende podcastaflevering.